Weten ze in je werk dat jij een travestiet bent? Ja, één collega weet het wel en nu zullen de rest ook het wel weten, maar... Ja. Dus ik als ze kijken... Nou, je gaat zo toch die ladder niet op, dus het maakt niet uit. Nee, inderdaad. Nou, en als ze het wel weten, ja. Nou, voor mij is het geen probleem. Het probleem is wel of aan hun leggen of helemaal niet. Je hebt aan het eind van je werkzaam leven ook een televisieserie gemaakt waarin je zelf als presentatrice nieuwe programma's maakt, maar toch een beetje terugblikte. En daar was ook Paul Verhoeven in, die, ja, die jou niet goed gezind was, om het maar zo uit te doen. Nee, die was me helemaal niet goed gezind, omdat hij het gevoel had dat ik een film van hem om zeep had geholpen, jaren geleden. Ja. Toen we daar, ik weet niet of het al hier was, over spraken. Ik vond het een gruwelijke film. Ja. Ik kon ook niet laten om dat te zeggen. Dat zei je ook heel nadrukkelijk. Ja, dat zei ik ook. Er zaten allerlei mensen in de zaal die meededen en die hun steentje daartoe bijdroeg. Ik heb het overigens teruggezien. Ik had het idee dat er oorlog was uitgebroken. En dat was zoet, man. Het was echt een hele zoete discussie. Maar goed, voor toen gold het als oorlog. Dus hij haatte mij. Ja. Ik begreep wel waarom hij zo kwaad was. Maar ik vond toen dat hij niet anders verdiende. Later, toen ik hem jaren daarna weer vroeg, toen hij een andere film had gemaakt die ik geweldig vond, Basic Instinct. Mm-hmm. En hij kwam hier binnen en toen zei hij tegen de redactie, ik wil wel weten voor de uitzending wat Sonja ervan vindt. Dus die kwamen naar mij. Ja. En ik zei, ik ga het niet zeggen. Ja. Doe ik niet. Toen zei hij, ik ga weg. Toen heb ik hem hoogstpersoonlijk hier uit de gang geplukt. Toen zei hij, je moet me nu zeggen wat je ervan vindt. Toen zei ik, dat doe ik niet. En je bent hier en je moet blijven en je moet me vertrouwen. Toen is hij gebleven. Ik kondigde hem aan. Hij zat aan tafel en ik keek hem aan en ik begon. En ik zei, wat heb jij een geweldige film gemaakt. En dat gezicht van hem. Dat was echt... Ik zie het helemaal voor me. Maar achteraf denk je ook... Hij is een wereldberoemde regisseur. En er zit hier een Hollandse mevrouwtje die dan zegt, wat een geweldige film. En dan denkt die wereldberoemde regisseur niet, nou, dat zal me dat kan mij uitschelen wat jij daarvan vindt. Maar die kijkt dan zo. Ik bedoel, het is natuurlijk eigenlijk een hele rare verhouding. Maar het ijs was enorm gebroken. En, dus hij was net zo onzeker als jij. Hè? Ja, maar dat is toch... Ik bedoel, aan de ene kant is dat verbazingwekkend en aan de andere kant natuurlijk helemaal niet. Want ja, wie heeft het eigenlijk niet? En mensen die niet onzeker zijn. Dat zijn eigenlijk ook niet zo leuke mensen, geloof ik. Ja. Er wordt gezegd, Spetters, karakterloos, een wanproduct. Een gore film, gruwelijk en sentimenteel. Platte seks. Fascistoïde aandoend amusement. Nou, dat is zomaar een greep uit kranten over wat er over de film Spetters geschreven is. We zijn hem zelf ook gaan bekijken natuurlijk, want anders is het wat moeilijk om erover te praten. En eerlijk gezegd zijn we het er ook wel een beetje mee eens. Ik geloof niet dat het juist is om op al die dingen precies in te gaan. Dat kan eigenlijk niet. Hè. De facto zijn een aantal zaken pertinent onjuist. Maar dat zijn maar kleine dingen. Ik vind alleen dat het heel belangrijk is dat je eigenlijk over details praat. En over die grote lijn iemand zegt, ik vind het schandelijk of niet schandelijk. Ja, daar moeten ze de film maar gaan bekijken. Ik ben hier gekomen omdat ik gedacht dat ik echt zinnige vragen gesteld zou krijgen. Ik vind dit... Cora heeft een zinnige vraag. Nee, ik wil antwoord geven. We hebben keurig geluisterd naar wat ze zeggen. En ik vind dat ik gewoon keurig antwoord mag geven. Het is zo als hij zegt, hij wordt verkracht en daarna is hij opeens homoseksueel. Dat is gewoon niet waar. In de hele film is deze jongen vanaf het begin van de film is hij bezig in een ontwikkeling. Dat deze mensen dat niet voelen en niet begrijpen, daar kan ik niks aan doen. Enfin, één krant schreef Spetters, een film van 3 letters. Wij... Ja, in
Ik heb zo'n pak papier gekregen met publiciteit rond die film al. Van wat er in Amerika was geschreven. En trouwens hier ook al. In HP De Tijd stond een interview met je. En dat eindigt als volgt. De verslaggever die zegt... voorziet de sterregisseur dat de film in Nederland evenveel commotie zal veroorzaken als in de VS? En dan zegt Paul Verhoeven... ach, dat hangt er helemaal van af wat Sonja Barend er straks over zegt. Nou, wat denk je? Wat je ervan zegt? Ja. Van de film? Ja. Ik denk, ik heb volledig vertrouwen in je oordeel. Ik denk dat je het een aardige film vindt. Ja? Terwijl we toch in het, nou ja, we toch in het verleden flink veel ruzie hebben gehad. Ja, dat is ook zo. En, om spetters destijds. En, ik denk dat dat allemaal, met terug, als je daarop terugkijkt... dat het misschien wat genuanceerder moet worden bekeken... dan het toen is, door iedereen is beoordeeld en veroordeeld. En ik heb het idee dat met Basic Instinct... dat natuurlijk ook nu een jaar lang aan de gang is in Amerika... met negatieve oordelen die, zoals misschien niet algemeen bekend... hier natuurlijk altijd gebaseerd waren op het script. Ja. En wat gebleken is natuurlijk toen de film uitkwam... wat dus 4 weken geleden het geval was... toen is na 1,5 dag zijn eigenlijk die protesten zijn allemaal verstomd... omdat ja, wat het basically is, is vind ik een hele spannende thriller. Maar tenminste, ik heb het gemaakt en zo voel ik het. Ja, ja. Maar nou, jij hebt nog steeds niet gezegd wat je ervan vindt. Nee, nee, ja, dat zal ik wel doen. Maar weet maar je wat, houdt het een beetje weg van me, hè? Moet je luisteren. Weet je niet wat... nee, maar wat ik wel curieus vond, dan dacht ik... Hoe komt die man er nou bij dat dat belangrijk is wat ik zeg? Stel je voor. Nou ja. Wereldberoemde filmregisseur Paul Verhoeven. Moet je toch gevleid worden door? Die voor één, het maken, het regisseren van één film... $5 miljoen krijgt. Die zegt dat over de mening van Grietje uit de Polder. Wat kan jou dat nou schelen? Ja, ik vind dat je jezelf ontzettend onderschat van ja. Zo heb ik je nooit gezien eigenlijk. Nou, oké, de film. Een film die van de eerste seconde, 2 uur lang, tot de laatste seconde... een bloedspannende, meeslepende, schitterend gemaakte... Je gaat niet gaan roepen dadelijk, hè? Ik niet. Ja, meneer Fink, ja.